toen moest ik er ook uit, want ik was te langzaam en dit en dat. Hè, Valentijn? Wat was er nou met die zwalbe? Dat heb ik even gemist. Maar... Ja, nee, ik wilde ook geen vrije trap of penalty. Ik viel. Of ja, ik rolde een beetje. Alleen, ik deed al zo van, het is geen overtreding. Okay. Hoor. Het zag er een beetje raar uit. Ja, meer om mezelf te beschermen. Joey, lag het nou aan jou dat Nederland zelf van 1-0 naar 3-0 of 4-0 liep? Toen jij erin kwam? Jij wil horen dat ik nou ja zeg, hè, natuurlijk. Maar dat is niet zo. Uiteraard. Ja. Nee, ja. Ja, ik ben natuurlijk wel blij dat toen ik erin kwam, dat het snel 2-0, 3-0, 4-0 werd. Dus ik zal ongetwijfeld wel iets hebben toegevoegd, ja. Ja, maar of lag het ook aan die schotten? Dat die er een beetje doorheen zaten? Ja, ik stond natuurlijk de eerste 60 minuten niet op het veld. Dus ik heb geen idee hoe dat toen voelde. Ik denk dat wij met een paar frisse invallers wel... en misschien ook wel wat sneller 1-op-1 gingen, waardoor zij er eigenlijk voetballen niet meer onderuit kwamen. Het is wel vaker bij het Nederlands elftal, hè, terwijl het in Duitsland vrij goed gaat allemaal. Is het dan, wil hij dan te graag of zoek je, Ja, tuurlijk wil hij graag. Zo'n ventje is het wel, dat is zeer positief. Alleen, ja, hij moet wel de ervaring krijgen dat er ook momenten in een wedstrijd zijn dat de actie niet past en dat je alles moet doen om balbezit te houden. Ja. En daar kan hij en moet hij stappen in maken. Want hoeveel krediet houdt Xavi Simons? Want volgens mij is hij nou 10 keer bij jou in de basis gestart van de 11 keer. Ja. Heb je niks beters? Nou, ik denk dat we best ook nog andere aanvallers hebben die ook kans maken op een basisplaats. Maar ja, het is wel duidelijk dat Xavi... Ja, toch wel. En ook vanavond dan bij momenten gewoon te veel balverlies hadden. Maar dat waren er meer. Dus ik denk niet dat het terecht is dat we dat moeten richten op een jongetje van 20, 21 jaar. Nee, maar jij stelt hem natuurlijk wel op. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. Maar het heeft ook te maken dat we natuurlijk binnen onze mogelijkheden... We hebben natuurlijk heel weinig jongens die ook vanuit de rechterkant kunnen spelen. Dus Donjel Malen. En dat is Xavi dus. Ja. Dat is ook redelijk beperkt natuurlijk, als je met 3 mensen voorin wil spelen. Ja, en Frimpong is ook geen, doorslaand succes. Nou, ik vond dat hij de eerste helft bij momenten iets te diep speelde, waardoor de afstand van Geertruiden naar hem te groot was. Maar je ziet wel dat hij die kwaliteit heeft die hij bij die club, wat hij bij de club laat zien. Maar aanvallend waren er momenten dat het er net niet uitkwam. Dat klopt. Ja, laatste, je had net over slordig, balverlies en dergelijke. Nou, Wiefer die speelde daar ook een grote rol in. Tegen Ierland hier was dat Schouten in het begin, hè, die ook heel veel balverlies. Is dat nou omdat ze in de Nederlandse competitie spelen? En is dit het geval of het verhaal wat je eerder vertelde over op tijd weggaan? Ja, en... dat, je zou het hunzelf moeten vragen, maar... Ja, je hebt een mindere wedstrijd, maar het klopt dat te veel balverlies wordt geleden. En dat kan liggen aan een stuk druk of het goed willen doen en niet het vertrouwen hebt van waar je iedere weekend mee speelt. Dat zou kunnen, maar ja, uiteindelijk vraagt een Nederlands elftal om ongeacht... de positie, hoe vaak je wordt uitgenomen van Nederlands elftal, nou ja, dan wordt verwacht dat je dat niveau... En dat hebben ze. Maar dan moet je beter spelen. Ja, is het dan puur mentaal eigenlijk? Weet ik niet. Het is, dat zie je vaker bij spelers. Dat is al... Ik weet niet hoe lang, hè. Bij een Nederlands elftal. Dan is er een andere omgeving. En misschien een hoger niveau. Misschien de druk... He, van het willen presteren, het willen laten zien, het voelen van... He, het is de laatste periode richting een EK. Dat zou kunnen. Is het iets wat u zelf ook heeft meegemaakt? Ja, ik heb ook wel eens een slechte periode in de Nederlands elftal gehad. Toen moest ik er ook uit, want ik was te langzaam en dit en dat. He, Valentijn? alleen toen schoot ik een bal in 92 tegen Sampdoria. En toen was ik weer de beste van de wereld. Ja, zo dicht ligt het ook bij elkaar, hè.